Blijf in mij, gelijk in u. Het woord van God voor ons is zeer belangrijk. Laten we even gaan naar een ander tekst. Job 3 vers 24. Nee, 1 Johannes. Halleluja. 1 Johannes 3 vers 24. En daar staat er geschreven in 1 Johannes 3 vers 24. En wie zijn geboden bewaart, en wie zijn geboden bewaart, ziet u, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Ziet u? De geboden van God die zijn zeer, zeer belangrijk voor ons. De woorden van God die zijn zeer belangrijk voor ons. De geboden van God die zijn zeer belangrijk voor ons. Het moet zijn als een eigenlijk water die wij nodig hebben om te kunnen functioneren. A word of God on our sunny day we abi van nodu fu ma libi na in agron tapu disi. If uno ap a word of God on a iniwi, uno mang functioneer lek fa God wani. Op dat weet je waarom? God werkt niet tegen zijn woord. Hij zelf is onderworpen aan zijn woord, gelooft u dat? Dus wat hij gezegd heeft, dat doet hij. Dus als hij u en mij gezegd heeft dat hij van ons houdt en dat we zijn zijn eigendom en dat we met hem, in hem zijn meer dan overwinnaars, dan is dat het. En als hij heeft gezegd dat hij ons heeft gekocht en dat we zijn betaald door het bloed van Jezus, is dat ook het. En als hij heeft gezegd, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, dan is dat ook zo. Dus de woorden van God hebben wij nodig om te kunnen functioneren. Weet je waarom? We zijn niet van deze wereld. Dus we kunnen niet denken en reageren als deze wereld. En aangezien God ons zijn woord gegeven heeft, dan moet dit ons leidraad zijn. Dan moet dit eigenlijk onze lijfspreuken zijn. Dan moet dit eigenlijk onze zuurstof zijn die wij nodig hebben om te kunnen functioneren. Daarom zegt de Bijbel, blijf in mij. Want hij is al in u en mij. Maar wij moeten nu op die plek komen om te blijven in hem, zodat wij meer dan overwinnaars. We zijn eigenlijk meer dan overwinnaars. Maar zodra we het woord van God gaan gebruiken en ons eigen maken en het toepassen, dan gaat u zien dat het werkt. Want diezelfde autoriteit dat in hem is, is ook in ons. Iemand hoort mij. En daarom is het erg belangrijk dat wij als kinderen van God de geboden van hem bewaren. Spreuken zegt het zo mooi dat het eigenlijk als een, het moet als een halsband zijn om uw hals. Je moet het te aller tijden kunnen gebruiken. Maar weet u, wij als kinderen van God, we proberen eerder de dingen van de wereld, de kennis die de wereld geeft, te onthouden en ermee te werken en toe te passen. Dat wanneer er omstandigheden komen of situaties, dan willen we diezelfde dingen ook nemen en gebruiken. Maar dat kan niet. Het enige dat we kunnen, het woord van God is the only thing dat we kunnen gebruiken om verandering te brengen in situaties. Hoort u mee? Ik wil ergens met u naartoe gaan vanmorgen, dat u gaat begrijpen wat God wil doen in deze tijd. De situaties en de omstandigheden waardoor we allemaal heen gaan,
mogen ons niet verzwakken. Mogen we ons niet neerhalen. Maar weet u dat dat nu wel in deze tijd gebeurt? Omdat we het woord van God niet in ons hebben. Of we hebben het woord van ons, van God in ons. Maar als je het woord van God in je zou hebben, dan zou je toch moeten toepassen. Want zodra die situatie komt, dan zou je zeggen, nee Heer, u hebt gezegd, met u ben ik meer dan overwinnaar. U hebt gezegd, dwars door de situatie zal u voorzien in al mijn behoeften. Dus al wil die koers, weet ik veel, u hebt gezegd, u zal voorzien in mijn behoeften. Dus ik ga niet kijken naar die omstandigheid. Ik ga niet kijken naar die koers. Ik ga niet kijken naar die prijzen in de winkel. Want u hebt gezegd, dat u zal voorzien in al mijn behoeften. Dus ik zal staan op dat woord en zeggen, Heer, u hebt gezegd. U hebt gezegd. En omdat u hebt gezegd, dan moet het gebeuren. En als de Heer, en als u het uitspreekt, de woorden van God, dan moet er iets gebeuren. Dan begint er een bepaalde scheppingskracht zich te ontwikkelen. Want in principe, alles wat God gezegd heeft en de belofte die Hij aan ons gegeven heeft, heeft een bepaalde kracht. Maar die kracht kan alleen werken wanneer we het gaan uitspreken. Wanneer we in geloof dat ding gaat gaan uitspreken, dan begint er een bepaalde scheppingskracht zich te ontwikkelen. En dan kracht hij dat hij op begeroko giyunangami. Maar if you tantiri en je hoor je moffen en je kijkt naar die situatie en je zegt, Heere, mi gado famo dumo dede. Wel, dat je dede. Terwijl de Bijbel mij zegt, ik zal leven en niets. Wij moeten gaan begrijpen dat we nu in deze tijd dat woord van God moeten gaan proclameren en uitspreken als nooit van tevoren. Zodat de scheppingskracht van God kan ontwikkelen voor u en voor mij. Geen enkel situatie kan u zwak maken zolang u dat niet toestaat. Geen enkel omstandigheid kan u vernietigen zolang u dat niet toestaat. Colossenzen 3 vers 16 zegt, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Wat wil rijkelijk zeggen? Wat wil rijkelijk zeggen? Woont het woord van Christus werkelijk, rijkelijk in ons? Dat wanneer de situaties en de omstandigheden komen, of wanneer God iets begint te doen in ons, om ons karakter te vormen of ons denken te veranderen, kunt u dan zeggen, Heere, u hebt het gezegd, dus u wil geschieden. Heere, ik zie die omstandigheid. Heere, de dochter heeft gezegd dat ik een ongeneeslijke ziekte heb. Maar u hebt gezegd dat door uw striemen mijn genezing geworden is. Dus het maakt niet uit wat de dochter zegt. Het maakt niet uit wat ik voel. Maar u hebt gezegd, door uw striemen is mijn genezing geworden. Dus ik sta op uw woord. A woord of garanoka roko ki yunangami solanga. Je no op je moffo voor spreken uit. A woord of gado noka abi scheppingskracht zolang je no spreken uit in die bribi. Als de Bijbel tegen me zegt dat als wij geloof hebben als een mosterdzaad, dat we tegen een berg kunnen zeggen, sta op en verplaats je. Weet u hoe een mosterdzaad eruit ziet? Als ik het hier zou houden, zou u het niet zien. Zoveel geloof, zegt de Heer. Dat als we het hebben, kijk hoeveel dingen we kunnen doen. Maar we hebben het niet. Weet u waarom we het niet hebben? Omdat we kijken naar die omstandigheid. Dan misschien zit u daar in de bank en dan zegt u tegen uzelf, wel, zuster, takisan fiere, misap sam mi efiri, misap doro sam me go, me verdien wam 10.000 SRD mineko uit.
Weet u waarom? U bent afhankelijk van die lousie 6000 SRD die u kreeg. Maar als u afhankelijk bent van God en tegen hem zegt, Heere, u zal voorzien in al mijn behoeften. Dan in principe als 6000 in een rekening tapu, want God dat hij al zorgen voor u. En al zorgen voor u in overvloed. Luister nou. Niets is onmogelijk voor deze God die wij dienen. Niets is onmogelijk voor deze God die wij dienen. Niets. Maar het heeft allemaal te maken met u. Is hij in u? Bent u in hem? Heeft u die relatie met hem om te gaan begrijpen wie deze God is die wij dienen? Dat hij is in staat te doen boven bidden en boven denken. Ik kan het niet zien. Wanneer hij begint te werken voor u en mij. Dan ga ik op hem voor je snappen. Mijn God, Heere. Heeft u dat gedaan? Maar dat is wanneer u hem de gelegenheid geeft om te werken aan u. De Bijbel zegt, blijf dat hij blijft. Want hij is al in u. Maar hij wil dat wij moeten zijn in hem. Zodat we gaan weten die power die we hebben in hem. U gaat misschien door een bepaalde situatie nu, maar dat is niet om u te doden. Dat is niet om u te breken. Dat is niet om u schande te geven. Maar omdat de Heere u ergens naartoe wil brengen. En vaak genoeg ben ik tot de ontdekking gekomen dat onze karakter, zoals ik al eerder zei, een grote stap in de weg is voor u en mij. En if you not give, you not onderwerp you schrijf give God and that God me onderwerp me schrijf me sabtak a ati brondisi a kan kier me bij wijze van praten maar me actie you voor yep me a fast van me takis massa ni me no one moro yep me wat ino gim amo for this if takis massa ni I gim amo for this if spreken uit leven voor spreken uit voorspoed voor tak. God is in staat u te helpen. Maar u moet uzelf openstellen aan hem. Zodat hij aan u kan werken. Want hij is al in u. De dag die u nu hebt gezegd, Heere, ik geef u mijn hart. Ik belijd mijn zonde. En ik welkom u als mijn Heer en mijn Heiland. Het zondaarsgebed noemt men het. Dan is hij in u gekomen. Maar niet omdat hij in u is gekomen die dag. Is alles roze geur en maneschijn. Want dan nu gaat het beginnen. Want er is een karaktereigenschap daar die niet goed is. En die gestript moet worden. Er is een bepaalde denken daar die daar is. En het moet gesnoeid worden. Er is een bepaalde manier daar van denken. En het moet veranderd worden. En zo alleen gaat God aan u kunnen werken. Als u in hem begint te blijven. Want in principe dat ik bij God doe, zei wanneer. En ik geef u de garantie, mijn lieve mensen, deze dag. Dat als u die beslissing en die keuze maakt om te zeggen, God, megi misrefi abranaju. Geloof me, je leven wordt nooit meer hetzelfde. Het wordt alleen maar beter. Alleen maar beter. Alleen maar beter.